Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Roderick en ik gaan dus nu eigenlijk even een stukje fietsen. Ik heb mijn GoPro mee, kijk maar. Ja, die heb ik mee. Kijk, in deze kastje. Ja. Dus alleen we zitten nu een beetje aan te denken van waar we naartoe gaan. Dus ja, maar dat komt allemaal goed. We gaan jullie gewoon lekker meenemen. En Roderick die gaat ook wat meer deze ding camera in zijn hand houden. Dat is leuk, ja. Nou, wij zijn al lekker een heel stuk op dreef, wat jullie ook wel op de GoPro kunnen zien. Die komt na deze vlog, dus dat duurt nog even. Dus, hè? Ja. Hoe vind jij het? Ik vind het lekker eentje fietsen. Even kijken, we hebben 4 dorpen gehad nu. Dus dat scheelt hier. Lekker zonnetje. Pats, ja, ja. Beetje overbelicht nu. Maar hier dit mooie... huis met blauw dak van de Executive Network, Interim Management. En het is nu een mooie tocht geweest. En wat heb jij op je rug staan? Van de Husky Groep. Oké. Dat is een nieuwe jas, toch? Ja! Ja, staat er mooi op. Mijn nieuwe jas, inderdaad. Je nieuwe jas. Precies! Laters! Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Even een aantal x-dagen geen vlogs opgenomen, want ik was niet echt lekker met mezelf. Het is vandaag woensdag 21 februari 2018. Het is nu 9:21. Dus ik ga mijn jas aan doen. Mijn nieuwe jas, de Husky jas. En dan ga ik lopen en met mijn twee dames. Dus jullie gaan gewoon weer gezellig mee. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Goedemiddag allemaal. Nou, daar zijn we weer. Ik dan. Roderick die komt mij zo meteen ophalen, ook gezellig. Hij is dus nu even nog kaartjes aan het regelen voor vanavond. Want zijn zus is hier alweer in Nederland. Joepie! Ja. Dus wij gaan zo meteen nog eventjes richting een dorpje. Voorburg. Ja, en niet in Hug. Nee, Voorburg. Ja. En dan gaan we nou eventjes naar de Zeeman. Ja, en Zeeman hebben we ook wel hier al. Om de hoek, maar daar hebben we geen Jumbo. Nee. Dus daar wil ik wel even naartoe, naar de Jumbo. Ja. Dus, gaan jullie mee? Ja. Nou, wij zijn even nou in Voorburg. Smile. Ja, spiegeltje aan de wand. Wie is het lelijkst in het land? Wij. Ja. En het daarover eens. Het scheelt weer toch? Ja, toch wel hè? Ja. Dus, en wat heb ik gekocht? Laat me even zien. Alweer. Gaat goed. Ik heb deze weer gekocht, ja, voor mijn haar, want die moet weer eventjes ontkleurd worden. Dus dat gaan we even gewoon gezellig doen. Ja toch? Zo, nou, we zijn dus nu hier bij de A van de Aldi, ja, supermarkt. Hij is ook bepakt en bezakt, hij heeft minder dan ik, want ik heb hier ook 2 zakken. Hier nog een tas, hier nog een zak. Dus dit is al 30 kilo, dus dat gaat super goed. Nou, het is inmiddels al 4:10. Ik heb Roderick aan de telefoon. En Roderick, die heeft zijn zus even nu bij hem. Maar oké, we hadden afgesproken bij de bushalte. Dus daar moeten we even op wachten. Ze zijn een beetje aan de kwekken in mijn oor. Maar oké, dat maakt niet uit. Maar ik ga wachten en bij het bushalte. En anders dan loop ik ze wel een beetje tegemoet. Dus jullie zien ze zometeen wel weer in mijn vlog.